In de Haarlemmerhout, op de plaats waar in de oorlog verzetstrijders door de nazi's werden doodgeschoten, staat dit in al zijn eenvoud indrukwekkende monument, man voor het vuurpeloton. Van de hand van dezelfde beeldhouwer is deze uitbundige Erik, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Godfried Bomans. Ook deze twee gezusters behoren tot het werk van Mari Andriessen, die binnenkort 80 jaar wordt en die nog altijd actief is. Als materiaal gebruikt hij soms resten van vroegere ontwerpen die her en der verspreid liggen in de tuin bij zijn atelier. Dan is het meestal een ruw stuk, dan zie ik daar iets in en dat ga ik dan maken. Maar dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Maar het is vreselijk leuk om daarin te spelen, zal ik maar zeggen. Ik speel daarmee met zo'n stukje steen. En het is geen opdracht. Dus als je een opdracht hebt, dan moet je die ook maken. En dan communiceren bij je samen. Terwijl als dit niet lukt, nou ja, dan gooi je het stukje steen weg. Met onder andere beelden als de dokwerker in Amsterdam en dat van koningin Wilhelmina in Utrecht, heeft Mari Andriessen in de naoorlogse jaren de naam gekregen van de beeldhouwer van het verzet. Van het verzetsmonument voor Enschede is een bronzen afgietsel te zien op de eretentoonstelling die nu in het Frans Hals Museum in Haarlem is ingericht. Men krijgt er een duidelijk inzicht in het oeuvre van een kunstenaar die de beeldhouwkunst van Nederland een nieuwe allure heeft gegeven en die eigenlijk nog wel zou willen doorgaan. Maar nu geloof ik wel degelijk dat mensen zullen denken, ja, die Andriessen die is al bijna 80. Kun je geen opdracht van lange adem aan geven, want die man die kan elk ogenblik omvallen.